bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik mijn 5 favorites van dit jaar tonen. Dus laten we maar gewoon snel beginnen. Nummer 1. Nummer 1 is deze. Dit is mijn lievelings parfum / body mist. En ik vind hem echt super fijn. Het is een limited edition. Het komt van Victoria's Secret Body Mist. Je kunt hem volgens mij niet meer halen. Maar hij ruikt echt zo lekker. I love it. So much. Dus daarom. Dat is een van mijn favorites. Deze. Goeie keer. Dit is mijn glilly. Ik ga hem even uit de verpakking halen. Is een beetje wel als put. Ja. Maar dit is echt een van mijn favorites. Dat is nummer 3 alweer, toch? Of nummer 2? Nummer 2, toch? Dingen. Maar dat nummer. Dit zijn ook mijn favorites dit jaar. Niet per se deze twee, maar gewoon kaarsen in het algemeen. Ik heb er gewoon even 2 gepakt. Ik heb ook nog zulke kaarsen. Maar kaarsen in het algemeen, ik ben echt verliefd op kaarsen of zo. Ik hou van kaarsen, ik vind het gezellig. Dus ja, dit is ook een favorite. Deze, die heb ik pas op 1 november eigenlijk gekregen. Of over verjaardag of pas. Heb ik gekregen op 1 november, maar dit was wel een van mijn jaar favorites. Dit was nummer 3. Het is een box en ik vind hem echt heel fijn. Hij werkt goed, hij doet het altijd eigenlijk. Ja, dat is heel chill. Dus ja, ik kan wel iets... Ik kan iets laten horen. Dit gaat copyright zijn. Wacht, ik zet even mijn eigen video op. Dat is geen copyright. Dat was smart, Kate. Heel smart. Kijk, even... Dit is dus mijn box. Ik ga het zetten. Want ja. Echt nodig. Maar oké. Dit is dus mijn favorite van dit jaar. Dan kreeg ik een iPhone 6. Maar ik film met mijn iPhone 6. Maar ja. Dus mijn iPhone 6. Dat was nummer 5. En dan heb ik mijn 5 favorites van dit jaar al gezegd. Ik hoop dat je dit video leuk vond. Doe een duimpje omhoog. En ik zeg doei. Kusjes.